Arjan is een echte vakkanjer. Een vakkanjer in hart en nieren. Maar gaat die brandweerpieper, dan is het echt een brandweerman. Alles laten vallen. Gaan. Ja, ik heb twee passies. En dat is techniek en de brandweer. Daar heb ik nog altijd tijd voor als ik voor vakkanjers bezig ben. En de pieper gaat, dan ben ik even weg. Heeft dat altijd graag gewild? Net als papa bij de brandweer en een winkel. Dus winkel is niet geworden, brandweer wel. Ja, brandweer wel. Ik denk vanaf mijn 5e, 6e wist ik het eigenlijk al wel. Toen met mijn 18 ben ik er meteen bij gegaan en doe het nog met alle liefde en plezier. Voor het maatschappelijk belang natuurlijk, hier voor de directe omgeving. Natuurlijk ook wel voor de lol en voor het brandjes blussen. Dat mag ook zeker niet ontbreken. Ja, techniek heeft me altijd gefascineerd. Zo zijn we een paar keer met school naar een pretpark geweest, in de machinekamer. En daar stond ik ook altijd wel vooraan, want ik wou wel weten hoe het precies zat. Ik koos voor het VMBO. Toen na 2 jaar, toen hadden we een introductieweek in allerlei praktijkvakken. Toen ben ik eigenlijk bij techniek gaan kijken. En dat vond ik eigenlijk wel meteen heel leuk. En zo heb ik ook de keuze gemengde leerweg gekozen, zodat ik in het derde en vierde leerjaar ook praktijk had. Ik wist waarvoor ik naar school ging, om een beter vakman te worden. Hij ging graag naar school altijd, nooit geen problemen mee gehad. Ik denk dat je wel naar zijn zin had in die klas. Ik heb toen die jongens gebeld. Francis die kwam aankloppen of we mee wouden doen aan de vakkanjerwedstrijden. Gezegd van nou, denk er even over na, ik hoor het wel. Ik was wel meteen enthousiast. Alleen ik had nog geen teammaat of zo om mee te doen. Dus toen op een duur belde Fer mij op van Arjan, heb je zin om met mij samen mee te doen aan de vakkanjerwedstrijden? Ja, ik zei, ik heb er wel zin in. Ik heb ook aan de junior vakkanjers meegedaan, dus ik weet wel een beetje wat het inhoudt. Zodoende zijn we toen begonnen. Toen hebben ze hier in dit lokaal geoefend. En dan kwamen ze me af en toe halen van, hey, we hebben dit ontdekt en nou doet hij dit. En dat was wel leuk om te zien. Ondertussen hielpen ze die andere teams ook weer, terwijl het eigenlijk hun concurrenten waren. Ik leerde van hun. Zij vertelden mij hoe het zat. Dus dat betekent ook dat zij veel meer van die mobiele robotica afweten dan ik of andere docenten hier op school. Hij steekt er al zijn tijd in, al zijn vrije tijd. Ja. Altijd is hij daarmee bezig. Ja. Wat Arjan en Fer laten zien is wel heel erg bijzonder. Ja, en die gingen echt tot het gaatje en die probeerden zo lang mogelijk op school te blijven. De tijd die erin gaat zitten, zeker wel 20, 25 uur per week. Fer is ook altijd bloedfanatiek. Die hebben zich echt met programmeren ontwikkeld boven het mbo-niveau, hè? Dus echt de hogere programmeerkunde. Ze hebben dan een half woord genoeg, ze weten precies wat de andere bedoelt. Ja. Dat is een gouden team wat dat betreft. Ja. De manier van werken van vakkanjers en van Arjan en Fer, dat is een beetje besmettelijk, hè, maar dan in een hele positieve zin, voor andere studenten. Zij zijn niet de studenten die als er iets niet helemaal duidelijk is, dat ze gaan zitten afwachten of daarover gaan zeuren, om maar zo te zeggen. Zij pakken het zelf op, ze gaan het zelf uitzoeken. En andere studenten zien dat ook en die volgen dan of die gaan het ook zelf uitzoeken. Ja, dat geldt aan een gegeven moment voor de hele klas en dat is gewoon super. Ja, Arjan en Fer zijn van school af. En dat is wel jammer. Want als ze hier aan het werk zijn voor de vakkanjerwedstrijden, dan zie je wat ze doen. Ze zijn enthousiast. Ze halen je erbij als ze weer iets nieuws hebben ontdekt, geprogrammeerd. Andere studenten zien waarmee ze bezig zijn. Af en toe dan rijdt er weer eens een robot van ze over de gang. Want ze vinden het ook wel eens een keer leuk om een geintje ermee uit te halen. En dat is dan wel grappig natuurlijk als je net staat les te geven. En dan komt dan zo'n robot binnenrijden. En nu hebben ze zich geplaatst voor de WorldSkills, dus hartstikke goed. Ja, WorldSkills betekent voor mij heel veel. Eigenlijk dag en nacht aan werken. Maar we hebben nog steeds lol in Fer en ik. En we werken samen echt naar een doel toe. Ons doel is pas bereikt als we minimaal plaats 10 hebben behaald of hoger. En het liefst ook nog even boven de Duitsers, want daar hebben we op de Euroskills wel van verloren. Toen zijn we tweede geworden en hun eerste. Dus we hebben nog eigenlijk wel wat recht te zetten.